Hey mensen, de comments op vlog nummer 461 staat bovenaan Alberto Biasin. Die zegt, the farmer is ever there if he hears the tank's engine start. Yes, that's a good thing, because that means he likes the tank. And that also means that we can drive on his field and he doesn't start complaining if we start the tank engine. So that's a good thing. It's nice to have a good neighbor. Bram, die zegt, vindt het echt top dat jullie nooit schelden in de vlogs, terwijl dat natuurlijk vaak in de werkplaats gebeurt. In plaats van schelden zeggen, daar heeft een koekenbakker lopen viespeuken. Ja, het is inderdaad een dingetje. Nou, we zeggen wel eens lelijke woordjes hoor, maar we proberen altijd wel een beetje op te letten ook natuurlijk. Ja, we hebben ook kleine kinderen natuurlijk, hè? Dus dan moet je er helemaal op letten, want die kopiëren het meteen hoor. Dus als je dan een keer iets lelijks zegt, dan onthouden ze gelijk. Sommige dingen, dan krijg je ze niet aan verstand, maar zoiets, daar hoef je maar één keer te horen en dat zit er gewoon gelijk in. Even kijken. M, die zegt, goed dat Tom en de fijne buurman ook weer even komen en hier en daar wat assisteren. En weet je, daar staat hij gewoon van weer, joh. Nou ja, dat is toch niet normaal. Wel vaak in de video. Nee, maar zoiets met bijvoorbeeld zo'n echt historisch moment eigenlijk. Hè? De trouwerij hè? Tussen het onderstel en de koepel. Ja, dat is leuk om bij te zijn, toch? Ja, vind ik wel. Dat is zo. Dat is. Ja, mensen zeiden, waar is Dirk? Ja, Dirk, ja, die was er niet bij natuurlijk. Ja, die was ook aan het werk en die wist het ook niet. Maar jij zat nog steeds in de app natuurlijk. Ja, je zou het voorbij zien komen. Ik zou het voorbij komen. Van Riel is er om 8 uur. Dus ik denk, dan ben ik er ook om 8 uur, zeg maar. Hè? Ja, we stonden hier. En echt zo, tuut. Komen zo'n grijze CS voorbij. Zo, wie is dat? Ja, Tom. Dus, even kijken. 24 minuten. Dat is voor als je langs de McDrive rijdt. Dan kun je even roteren met het gat richting het raampje en neem je je Big Mac menu in ontvangst. Oh ja, natuurlijk. Dat is het gat waar het kanon eigenlijk zat. Ja, zo kan het ook. Ik denk alleen wel dat je dan wel een probleem krijgt met de Mac als je daar heel het straatwerk aan puin rijdt met het ding. Ja, misschien hebben ze wel ergens een Mac waar dat mag. Dus. Een hele brede straat. Ja, precies. Hey meisje, bedankt voor alle comments en tot de volgende.